komkommerteelt is veel milieubewuster geworden ten opzichte van een 20 jaar geleden. Die dingen worden nu veel serieuzer genomen dan destijds. De tomatenbloem moet bestoven worden en de hommels die gaan van bloem tot bloem de bloemen bestuiven. We zijn genoodzaakt om naar de biologische bestrijders te gaan om een voldoende evenwicht te hebben in het gewas. Witlof groeit in een gecontroleerde donkerruimte op een bepaalde temperatuur. De verwarming van die ruimte gebeurt met de elektriciteit die we produceren via ons biogasinstallatie. Het energiescherm wordt bij ons gebruikt om de warmte binnen te houden wanneer het buiten zeer koud wordt, waardoor dat we ook minder energie gaan verbruiken. Wij recupereren en zuiven ons water om onze brei te kuisen. Wij lozen niets. Het water dat bij ons wordt hergebruikt, wordt gezuiverd door UV-licht. De tomaten hangen op schouwerhoogte. De andere werkzaamheden voeren we uit met liftjes, zodat we de werkzaamheden op de meest ergonomische manier kunnen uitvoeren. Er is de laatste jaren enorm veel geautomatiseerd in de preiteelt. Bijvoorbeeld, wij rooien nu 5 keer sneller dan vroeger. De zaden zijn enorm verbeterd de laatste jaren, waardoor de kwaliteit van de crop ook veel beter is en de smaak ook meer gerecht naar de vraag van de consument. Innovatie is voor ons doodnormaal. Het is een manier waarop we dagelijks werken en daar heeft Flandria zeker een positieve bijdrage in gehad.